Hallo, hallo, zijn we er allemaal? Hallo, elkaar. Nee, Kale, Gino. Kale. Dat is tegenwoordig meer common. Hey, Frans. Dit moet even failliet, hoor. Je kan je salespak uitdoen. Kom. Sjaak. Ga Sjaak even filmen. Die kan hij niet tegen. Ja, dat is Sjaak. Hier staat welkom en bedankt voor de massale opkomst. Het is geweldig hoe het allemaal ontstaan is. Al, moet ik even heel goed nadenken. 2 jaar terug zaten wij op een maandagavond. Ik denk, weet je wat, ik ga een paar tendelmannen bellen. En toen had ik binnen 2 dagen, had ik 9 man bij elkaar. Henk was erbij, Martin was erbij. Je bent geen man? Ik had gebeld, ik heb die nummer nog steeds niet. En we waren tegen mannen. Ja. Dus, ja. Toen waren we binnen 2 dagen met z'n 9. En toen hebben René gezegd van, volgens mij kunnen wij, daarna was geweldig, heel veel drank, heel veel eten. René zegt, wij kunnen wel een reunie gaan organiseren. Ik zei, nou, dat moeten we gaan doen. Leo. 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 Ja, dat is beter, dank je. Moet ik hem weg, hé. Hey, Leo. Dit was je high definition pornofilms. Hey, kan je dan een... Milko. Ja. Kan je hem niet opzetten? Ja, kan. Oké, René dacht van ik ga gewoon tendon.nl registreren. Dat bestaat nog niet, nou uitgelijk. Hij heeft een hives opgericht. Kijk, hè. En toen zijn we gaan zoeken. We hebben enorm gezocht. Ik heb heel veel mensen hebben mij geholpen. Ik heb niet alles alleen gedaan, maar best veel hulp gekregen van een Betty die er vanavond niet is. Annette is er nog niet. Die moet nog komen. Wie heeft nog meer gezocht? Annette ook weer van achternaam. Annette Bijbel. Pim Brouwer heeft ook gezocht, een aantal mensen aangekaart. Nou, uiteindelijk hebben we 59 mensen gevonden. E-mailadressen, telefoon, etc. Maar van die 59 mensen zijn vanavond 40 hier aanwezig. Ja, ze zijn. Ja, dat is goed. Ja. Maar er zijn nog veel meer mensen genoemd. Degene die er zijn, ik noem even wat op. Even kijken, waar was ik Nou, degene die er zijn, dat weten we wel. Degene die er niet zijn, en die ook van zich hebben laten weten om niet te komen of niet van zich hebben laten horen, zoals een Mark van Waldmeijer. Hey, Dortje! De gast! Hein Nederveen, niet gekomen, wel afgemeld. Tjeerd Heijns, nooit meer wat vernomen. Alice Posma, kon niet, helaas. Heeft wel al die mooie foto's hier vanavond. Ja, goed. Ja? Erwin van Egmond. Mark van Waldmeijer, was reeds genoemd. René van Vaassen, collega van Gino volgens mij nu. Ja? Heeft zich afgemeld. Margriet Wijfels, kon helaas niet komen. Vincent Fitz Jim. Kennen hem? Ja, dat is een donkere jongen. Quality control. Gisteren nog ge-sms'd, hij kon niet. Onze Belgische collega Freddy Michielsen. Oh mijn god! Tendon België. Hij heeft een paar keer mailcontact gehad, hij kon helaas niet. En hoe heet het andere? Ja. De andere die hij bedoelt, Goedroen. Goedroen is een van de mensen die we de naam is gevallen. Hebben we niet kunnen vinden, helaas. Maar Goedroen. Waar waren we? Jan Harm Siepman. Richard Dobber. Zou komen. Heeft een andere afspraak vanavond. Een nieuwe baan. Mark Govaerts. Afgemeld. Katie Schenen. Paul en Henrik. Herbie Kronenberg. Die woont in Portugal. Wat keek je, hè? Ja, hij is een goede heet. Die heeft ook het een en ander geregeld. Maar ze had ook een andere afspraak. Oké. Dus, ze wilde dolgraag komen, maar helaas. Nog graag e-mail. Ja, heb ik. Nee. Paul Kronenburg en zijn vrouw die wonen trouwens in Portugal, dus het was een beetje moeilijk. Alleen Kersten, die had weer een ander hitje naast bed. Dus die wel eens verliefd geweest, hij had een andere optreden, dus hij kon niet komen. Dan hadden we Bram Laan, wilde eerst komen, kon er niet. Klaas Hakvoort, technisch.